Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Portfolio Show. In deze video is het een keertje tijd om wat verder vooruit te kijken. Want dit portfolio is natuurlijk opgebouwd sinds april-mei 2021. Maar dit is een portfolio voor de lange termijn. Dus in deze video wil ik eigenlijk mijn doelen bespreken voor dit openbare portfolio voor de lange termijn. Bijvoorbeeld, wanneer heb ik de magische grens van 1 miljoen euro aan belegd vermogen bereikt? Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Dus laten we snel beginnen met de video. Als je kijkt naar het portefeuille, is er op dit moment een waarde van iets meer dan 82.000 euro. Dat is natuurlijk al een serieus bedrag. Ik verwacht ook in 2024 100.000 euro aan belegd vermogen aan te tikken. met dit openbare portfolio bij de Giro. Maar in deze aflevering ben ik gewoon wat verder vooruit kijken. Want ik heb natuurlijk heel veel verschillende posities gekocht. of dat nou individuele aandelen zijn of dat zijn ETF's. Met vooral het idee, ik wil ze nog heel lang bezitten. En elke maand hou ik dus gewoon vast aan mijn eigen plan. Ik koop Inderdaad, behoorlijk wat ETF's en ook een gedeelte in individuele aandelen. En het was natuurlijk zo dat de aandelenmarkt sinds 2021, toen ik dit portfolio begon, nog wel eventjes een stijging had. Maar 2022 zorgde natuurlijk voor dat een groot deel van het vermogen wat ik had geïnvesteerd een behoorlijke klap moest opvangen. Vervolgens heb ik daar wel weer van kunnen profiteren om tegen lagere koersen mijn gemiddelde aankoopkoers naar beneden te halen. Vandaar dus, als we ook bijvoorbeeld kijken naar de individuele aandelen, is er nog maar één positie in het rood, terwijl als Bijvoorbeeld de aflevering van een jaar geleden erbij pakt. Dan was het 1-2 positie in het groen, omdat het natuurlijk sprake was van heel veel verkoopdruk. Dus daar heb ik van geprofiteerd en daar ben ik dus ook van hersteld als je inderdaad kijkt naar de individuele aandelen, bijvoorbeeld. Met bijvoorbeeld een paar uitschieters. Soms met een platform van 59%. Maar bijvoorbeeld een 32% van Apple is dus natuurlijk ook niet verkeerd. Maar dit zijn wel allemaal posities voor de lange termijn. En lange termijn beleggen, ik hoop dat elke belegger daarnaar kijkt. En niet zoals hij bezig is met nou wat zal er in de komende twee of drie jaar gebeuren. Misschien kan ik er dan wat geld uithalen, etc. Het is heel erg verstandig om te beleggen met geld wat je niet nodig hebt, want dan kan je echt kijken naar de lange termijn. Als jij gaat beleggen met geld wat je misschien nog even ook wel weer wilt gebruiken voor het aanschaffen van een koopwoning of een keer een wereldreis, dan kijk je heel anders naar de aandelenmarkt, omdat namelijk kortstondige schommelingen op de aandelenmarkt ervoor kunnen zorgen dat je misschien drie maanden op wereldreis kan of vier maanden. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel onrust, dus het is altijd verstandig om daar eigenlijk niet mee bezig te zijn en nu wil ik dus gewoon wat verder vooruit kijken zoals jullie weten ben ik al een hele tijd aan het beleggen het is inderdaad zo dat ik nu de 10 jaar ben gepasseerd dus dit is natuurlijk niet het enige portfolio dit is puur een openbaar portfolio wat ik heb samengesteld zodat ik mensen kan laten zien hoe ik bezig ben met beleggen vanaf het nulpunt dus oude portfolio's erbij pakken die ik in 2014 2015 etc. allemaal heb opgebouwd ik denk niet of dat heel veel nut heeft, want dat zijn namelijk allemaal oude posities tegen lage koersen. Ja, en dat zijn gewoon posities die ik inderdaad al meerdere jaren heb. Vandaar dus ook het hele plan voor deze serie om heel duidelijk in kaart te brengen wat het inhoudt om een portfolio op te bouwen voor de lange termijn. Dus ben ik achteraf eigenlijk ook wel blij dat 2022 een heel slecht jaar was voor de aandelenmarkt. Het heeft natuurlijk een negatief effect op dit portfolio, maar ik denk weer een positief effect voor de kijkers die misschien over een jaar deze aflevering weer terugkijken om te hoe het in 2022 ging, toen de SP 500 op een bepaald moment bijna 30% was gezakt. Dus ik denk dat dat best wel veel waarde kan geven aan heel veel mensen die inderdaad bijvoorbeeld in een fase terechtkomen dat er verkoopdruk plaatsvindt. Stel je voor in 2024, 25 of 2026 maken we een keer weer zo'n jaar mee van een daling van 30% voor de SP 500. Denk ik dat het helemaal geen kwaad kan als je bijvoorbeeld oude afleveringen een beetje kan terugkijken. Tuurlijk, het is nooit financieel advies, maar in dat soort afleveringen zag je heel duidelijk dat ik heel rustig bleef. Ik bleef gewoon mijn posities uitbreiden. Ik had mijn eigen plan, daar houde ik me aan. En in fases van heel veel onrust is het vaak ook heel erg moeilijk om je ook vast te houden aan zo'n plan. Dus natuurlijk hoop ik in de komende jaren niet elke keer een jaar mee te maken. dat de SP 500 met 30% zakt. zodat kijkers wat dan hebben. Want ik moet natuurlijk ook een flink rendement meemaken. Maar ik denk dat het inderdaad ook niet echt kwaad kwam voor de lange termijn. voor de kijkers om te zien hoe ik daadwerkelijk heb belegd in een fase van veel verkoopdruk. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel posities kunnen uitbreiden tegen hele lage koersen. Want bijvoorbeeld de Meta-platforms ja, een gemiddelde aankoopkoers van 222 dollar met een huidige koers van 341 dollar. Dus natuurlijk niet niks. Dus de vraag is eigenlijk: kom ik ooit nog in een situatie terecht dat ik mijn bijvoorbeeld een Apple, bijvoorbeeld mijn gemiddelde aankoopkoers naar beneden kan halen? Want er is op dit moment natuurlijk best wel wat voor nodig met een koers van 191 dollar. En ik heb een gemiddelde aankoopkoers van 149 dollar. Dus ik weet nooit of ik nog in staat ben om op de lange termijn meerdere keren bijvoorbeeld in één jaar tijd, posities uit te breiden, zodat ik mijn gemiddeld aankoopkoers naar beneden trek. Want er zijn inderdaad heel veel posities 10, 20, 30 procent al gestegen. Dus dat is inderdaad eventjes afwachten. Maar in deze video wil ik dus inderdaad vooral wat verder vooruit kijken. Want dit is inderdaad nu vooral opbouwen. Ik ben echt druk bezig om ervoor te zorgen dat ik elke maand daar weer in beleg. En je hebt natuurlijk twee fases van beleggen. De eerste fase, die duurt waarschijnlijk het langst. En dat is gewoon het opbouwen van een portfolio. En dat betekent, dus je eigen plan volgen, of dat nou 100 euro in ETF's is, 500 euro in ETF's of 250 euro in losse aandelen, dat maakt niet zoveel uit. Je bent bezig met het opbouwen van een belegd vermogen en daar gaat heel veel tijd overheen. Natuurlijk als jij begint in 2020, dan is het zo dat je in 2024 of 2025 natuurlijk alweer wat hebt opgebouwd, dus dan zie je waarschijnlijk al wat rendement. Maar als je echt kijkt naar de reden achter beleggen, is er om ervoor te zorgen dat je er later financieel bankjes bij zit. Dus het resultaat over een jaar of vijf, dat moet ook niet heel veel uitmaken. Dus je moet eigenlijk accepteren dat je meerdere jaren bezig bent met het opbouwen van je vermogen. Dus dat je in de eerste fase zit. En zo'n fase, ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel je kan beleggen en wat je doel gaat zijn. Heb jij de mogelijkheid om elke maand 1000 euro te beleggen, dan zal die eerste fase niet zo heel erg lang duren, omdat je dan in een heel rap tempo... Veel vermogen afzij kan zetten en dat kan dus doorgroeien. Heb jij bijvoorbeeld 100 euro per maand? Ja, daar kan je natuurlijk niet omheen. Dat als je het vergelijkt met een situatie met iemand die 1000 euro kan beleggen, dat er gewoon meer tijd over gaat. En één iemand heeft misschien het doel om multimiljonair te worden. En denkt nou pas bij 5 miljoen ben ik tevreden. Iemand anders denkt: nou, als ik 100.000 euro aan belegd vermogen kan hebben. Tegen de tijd dat ik met mijn pensioen ga, dat zorgt ervoor met mijn AOW en het opgebouwde pensioen via mijn werkgever. Dat ik me geen zorgen hoef te maken, ja, dat is natuurlijk ook weer een heel groot verschil. Dus ik ben op dit moment nog steeds in de fase van het opbouwen. Ook als ik kijk naar mijn andere portfolio's. Maar ik kom langzaam en zeker in de buurt bij de volgende fase. En dat is de fase van bescherming. En dat is dus een fase dat als je na een tijd heel veel vermogen hebt opgebouwd om elke maand maar weer te gaan beleggen. Dan kom je op een gegeven moment in de fase dat je misschien kan leven van je vermogen. Bijvoorbeeld Fire. Financial Independence Retire Early. Dat is natuurlijk een community de laatste jaren die. Steeds groter is geworden, maar mensen het doel hebben om op een gegeven moment te kunnen leven van het rendement van het belegd vermogen. En dan wordt het steeds belangrijker om dat vermogen te beschermen. Er zijn mensen die waarschijnlijk het risico gaan afbouwen. En er zijn natuurlijk ook mensen die denken, nou weet je wat, ik stop alles gewoon in gespreide ETF's. Ik wil nul risico lopen. Er zijn mensen die misschien zelfs kijken naar obligaties. En dat zijn dus gewoon echt twee hele verschillende fases van beleggen. Kijk, ben jij bijvoorbeeld 20 jaar, dan is bijvoorbeeld jouw risicoprofiel heel anders. Want het risico wat je dan kan nemen, ja, dat is vele malen hoger dan dat je bijvoorbeeld 63 bent en je komt in de buurt van je pensioenleeftijd. Op dat moment wil je eigenlijk zo min mogelijk risico hebben en gewoon je vermogen beschermen, zodat je weet waar je aan toe bent. Ben je 20, ben je 25, ben je 30, dan is dat misschien een fase dat je juist bij jezelf denkt: ja wacht eens even, ik ben op een leeftijd dat ik nog een hele lange tijd heb. Dus het moment dat iets fout gaat, en dat is natuurlijk een scenario waar je altijd rekening mee moet houden, kan ik er altijd nog van herstellen, omdat ik nog zo lang te gaan heb. Maar het moment dat risico nemen goed uitpakt, want ja, dat is natuurlijk ook een scenario wat zich kan uitspelen, kan je er ook maximaal van profiteren. Omdat je namelijk vooral heel veel vermogen opbouwt, doordat er heel veel tijd overheen gaat. Dus in het begin zie je vaak dat beleggers wat meer risico nemen, maar als ze op een gegeven moment in de buurt komen van de tweede fase, of ze zitten al in de tweede fase, dan is het beschermen van vermogen vele malen belangrijker. En als ik kijk naar mijn openbaar portfolio bij de Giro, en dit portfolio, die zal nog een hele lange tijd in de eerste fase zitten. Dus puur het opbouwen van vermogen. En maar ik ben natuurlijk wel iemand die al een tijdje belegt, ik heb ook andere portfolio's, en dat zorgt er wel voor dat ik nu al langzaam en zeker dus in die tweede fase terechtkom, dat het beschermen van vermogen steeds belangrijker is geworden vandaar dat je ook hebt gezien in de afgelopen ja, 12 maanden 18 maanden zo'n beetje dat ik steeds meer ben gaan beleggen in ETF's. dus als je dan puur kijkt naar de verdeling is het qua percentage steeds wat minder in individuele aandelen en steeds meer in ETF's, omdat ETF's gespreider is en dat zorgt ervoor ook dat het wat passiever is je hoeft natuurlijk niet allerlei verschillende aandelen op de voet te volgen dus dat is ook een beetje mijn plan voor de komende laten we zeggen 8 à 10 jaar dat ik steeds meer in ETF's ga beleggen dat ik op een gegeven moment echt een passief belegd vermogen heb. Maar nu zou ik nog steeds met dit openbare portfolio nog een lange tijd zitten in de opbouwfase. Als ik kijk naar mijn andere portfolio's, dan, ja, die zijn die inderdaad wat defensiever ingesteld. Dus dat is vooral om inderdaad het vermogen te beschermen. Natuurlijk is rendement daarin ook heel erg belangrijk. Maar dit openbare portfolio is iets anders ingesteld. Want ik heb verschillende portfolio's. En het ene portfolio is bijvoorbeeld bedoeld om op een gegeven moment met fire te kunnen gaan. Dit portfolio is weer opgebouwd voor de lange termijn. Dus stel je voor. Fire pakt verkeerd uit of ik heb een hele andere ideeën bij, dan heb ik altijd nog een serieus belegd vermogen ernaast opgebouwd zodat ik niet afhankelijk ben van één portfolio bijvoorbeeld. Vandaar dus dat ik nu een beetje in een andere situatie zit, maar ik wil natuurlijk in deze video nog steeds even verder vooruit kijken van wanneer kan ik de magische grens van 1 miljoen euro bereiken met dit openbare portfolio. Voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je reageert via de link voor 30 november, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 december terug met een max van 100 euro. In de beschrijving staat een linkje, reageer je via het linkje, maak je gebruik van de actie, daarbovenop stel je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking, kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken, dat zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laat ik eventjes verder vooruit kijken. Wanneer kan ik het voor elkaar krijgen om met dit openbare portfolio de 1 miljoen aan te tikken? Op dit moment van inspreken ben ik 32 jaar oud, dus dat houdt in dat ik nog wel een hele lange tijd te gaan heb tot mijn pensioen, maar ik heb eigenlijk niet het behoefte om pas op mijn 68e een miljoen aan belegd vermogen te hebben. En met die bevestiging moet ik natuurlijk wel voor zorgen dat ik veel kan beleggen. Dus als we inderdaad even kijken naar de Compound Interest Calculator, en we hebben natuurlijk een startbedrag van 82.000 euro, want ja, dat zit natuurlijk op dit moment al in het openbare portfolio. Ik ga uit van een gemiddeld rendement per jaar, dat is zo'n 8% voor de S&P 500. Ik zit natuurlijk behoorlijk in de S&P 500. De Vanguard All World zit natuurlijk ook voor een overgroot deel in aandelen in de Verenigde Staten. Dus 8%, daar ga ik inderdaad een beetje van uit. En op dit moment ben ik dus... 32 en ik denk dat ik op mijn 50ste wil ik dat wel voor elkaar krijgen. Ik heb natuurlijk een belegd uh, bedrag per maand van 1500 euro en ik verwacht dat ik dat elk jaar zo'n beetje met 2% zal verhogen. Misschien niet precies elk jaar, maar bijvoorbeeld dat ik 2-3 jaar lang 1500 euro ophoud en dan één keer naar 1700 stap of 1750 of zo. Want het is natuurlijk zo dat je steeds meer gaat verdienen. Inflatie speelt natuurlijk een grote rol. Dus je kan ervan uitgaan dat je in de komende jaren steeds meer gaat beleggen. En als ik dan kijk wat mijn situatie is als ik op een gegeven moment de 50 jaar heb aangetikt, dan heb je het over een belegd vermogen van 1.166.000 euro. Het is natuurlijk geen garantie, want we hebben het namelijk over een vast jaarlijks rendement van 8%, en dat is helaas geen zekerheid. Als ik nu ergens 8% kan vastzetten voor de komende 30 jaar, dan doe ik dat natuurlijk meteen. Daarom zal het resultaat over de komende 18 jaar natuurlijk verschillen. Het kan positiever uitpakken, kan ook negatiever uitpakken. En in dit voorbeeld heb ik op dit moment nog niet de vermogensvermogen Belasting berekend. Want daar gaan namelijk grote veranderingen in plaatsvinden. Op dit moment is het heel lastig in te schatten wat die veranderingen precies gaan inhouden. Dus dan is het eigenlijk onbegonnen werk om dat te berekenen bij deze berekening. Maar daarom heb ik dus ook een beetje een marge opgebouwd van 166.000 euro boven die 1 miljoen. Dus ik denk als ik op deze voet doorga en er gebeuren niet hele gekke dingen, dus dat de hele, de hele wereld kapot gaat en dat er op een gegeven moment geen economische groei meer is, dan verwacht ik dus rond mijn 50ste met dit open. Openbare portfolio boven de 1 miljoen te zitten. Nogmaals, het is inderdaad een beetje afwachten om te zien wat de belasting precies gaat inhouden. Als ik ook kijk naar mijn eigen situatie, acht ik de kans groot dat ik niet zo lang meer in Nederland zit. Dus dat zal natuurlijk ook weer een impact hebben. Maar ja, dat is allemaal een beetje hypothetisch. Het is ook heel lastig in te schatten wat de situatie precies gaat zijn. Vandaar dus dat ik het even buiten beschouwing heb gelaten. En dat is dus ook echt mijn doel met dit portfolio, die 1 miljoen aantikken. En ik denk dat dat binnen 18 jaar. Echt wel voor elkaar te kunnen krijgen. Dus dat ik op mijn vijftigste een portfolio heb samengesteld via het internet van meer dan 1 miljoen euro. En dat is natuurlijk vrij vlot. En ik ga er ook niet omheen draaien dat het een maandbedrag is wat veel Nederlanders niet voor elkaar krijgen. Daar ga ik ook echt niet omheen draaien. Dus dat is eigenlijk het doel met dit openbaar portfolio. Ik heb natuurlijk opgestart in. Maar april, mei 2021, dus ja, het portfolio is 2,5 jaar oud. Daar is er natuurlijk veel meer tijd over. Ik heb dus inderdaad ongeveer 20 jaar nodig om van nul naar een miljoen euro te gaan. Als ik kijk naar dit openbare portfolio. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi streven. En zoals ik al zei, 2024 is er dan ook het doel om die 100.000 euro te passeren. Ik denk ook wel dat het vrij gemakkelijk zal lukken. Voor nu kwam wel het einde van deze aflevering van Portfolio Show. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dan dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij mijn volgende video. Later!